Hoi en welkom bij Beauty Gloss. Vandaag heb ik voor jullie het eerste laadje wat ik ga indelen van de beautykast. Check even deel 1 waarin ik de stash op het moment laat zien die super rommelig is. En we gaan vandaag als eerste deze laden en dat is de laden van de primers en finish sprays gaan we indelen met de producten. En dat betekent ook dat ik oude producten ga uitzoeken en dingen weg ga doen. En laten we snel beginnen. Dit is de huidige lade waar een aantal primers in zitten. Die ga ik er even uithalen. En ja, dat is denk ik het belangrijkste. Gewoon alles eruit zoeken wat primer is. Basis. Foundation primer. Deze lade valt me gewoon mee. Het is ook wel leuk om binnenkort uit te zoeken. Hier hebben we alles eruit. Volgens mij is dit ook een primer of niet? Ja, het is ook een primer. En dan hebben we hier, is het helemaal propvol ook, want ik heb op een gegeven moment dingen uit mijn visagiekist erbij gegooid. Oh jeetje, oké, dit is de serum spray. Make-up fixer. Moisture balm. Deze. Dit is er eentje, dit is er eentje. Prime and Bronze. Ik was helemaal vergeten dat ik die had. Dit is er één. Wat hebben we hier allemaal nog meer? Oeh, misschien moet ik de oogschaduwbasis ook bij de primers doen. Daar zat ik vorige keer nog aan te denken. Dat ik dacht van, ik heb er niet zoveel. Maar degene die ik heb, dan moet ik die laten. Dit is een primer. Dit is er één. Dit is er één. Oh man, dit bakje is gewoon en al drama. Potloden, oh. Ja. Zelfgemaakte. Kijk heel even of ik hier nog iets heb liggen. Nee, volgens mij niet. Nee, de laatste tijd zijn wel dingetjes door elkaar gegaan. Zou zomaar kunnen. Ik heb hier wat liquid highlighters, maar die wil ik gewoon in de highlighterbak doen. Ja. Dit zijn al mijn primers en finish sprays en basisproducten. Voor dus eigenlijk het begin van de routine en het einde. En ik ga ze nu even allemaal uitzoeken. Welke ik zeker wil houden is deze. De Skin Define Hydro Primer van Mua. Is bijna op. Die gebruik ik echt iedere dag. Het is een jelly en die breng ik aan met een kwast. En die is heel fijn. En wat voor mij dus echt een probleem is met primers en alles eigenlijk, is dat ik dus niet tegen siliconen kan. En dat zie je dus altijd, dat primers vol met siliconen zitten. En deze heeft dat dus gewoon niet. Dus die hou ik sowieso. Dan gaan we even kijken welke er meer zijn. Deze kocht ik in Azië. Maar die zit volgens mij wel vol met siliconen. Althans, dat gevoel kreeg ik. Dus ik geef deze weg. Oh, alles wat ik niet hou, dat geef ik weg aan vriendinnen. En helaas niet aan kijkers, maar dan komt dat het gebruikt is. En dan kan ik dat gewoon niet doen. Gewoon voor de veiligheid. Dus, deze gaat naar mijn vriendin in de bak. Ik vind deze ook heel lastig. Dit is de Professional van Benefit. Die is mega populair, maar zit dus ook vol met siliconen. Altijd als ik hem heb gebruikt, zit ik een beetje onder de puistjes. Maar hij werkt zo fijn. Maar ik ga hem weggeven. Deze Mr. Radiant Primer van Givenchy. Die is eigenlijk, vind ik die wel heel erg fijn. Dus ook een soort van jelly, maar niet siliconenachtig. Met kleine balletjes erin. Kijk hoe cool die eruit ziet. Die wil ik wel houden. Ik leg het voor nu even hier. We gaan het zo even goed indelen. Ik heb er twee van Laura Mercier. Als eerst deze Foundation Primer Hydrating. En hoe zat dit ook alweer? Primer is echt het ding waar ik echt op ingrediënten let. Bij foundations ook. Volgens mij ziet het er wel goed uit. Nou, deze wil ik wel houden. Dan heb ik er nog eentje. En dit is de Radiance Bronze. Die heeft een bronzen basis. Die maakt je ietsje bruiner. Let me see. Die is ook oké. Die wil ik ook wel houden. Dan heb ik nog zo'n product. De Professional License to Blot. En dit is een soort van stick om je poriën te vullen met siliconen. Helaas. Nee, deze doe ik ook weg. Oeh, de Dior Glow Maximizer. Dit is ook echt een favorietje. Ik weet niet waarom ik deze op een gegeven moment niet meer ben gaan gebruiken. Maar dit is een hele fijne primer. Die is siliconenvrij. Dit is een van de eerste primers. Die soort van in de siliconen. Er is zeg maar een hele wereld van mensen die niet tegen siliconen kunnen. Ze kijken heel vaak naar dat soort artikelen ook. En dit was een van de eerste dat mensen helemaal zeiden van, oh ja, yeah, hij heeft het niet. En hij werkt echt goed.
Dan hebben we er nog eentje van Dior. Dior Skin Nude Tan Prime and Bronze. Even kijken. Dit is een primer met zelfbruiner erin. Op zich, die Laura Mercier is ook een beetje zo. Maar ik wil hem toch houden. Ja. En dan hebben we de Genuine Glow van de Estée Lauder. Dit is een soort van huidcreme meer. Ja, hydraterende basis. Priming Moisture Balm. Deze vind ik iets te vettig. Dat was het. Het is meer voor de droge huid. Dus deze ga ik ook weggeven. De Sensitive Primer van Ethos. Echt heel erg goed spul. Dit is voor de gevoelige huid zonder siliconen. Yay! Kan ik iedereen aanraden als budgetproof product. Dus die wil ik houden. MAC Prep and Prime Natural Radiance Base. Deze vind ik iets te vettig. Er staat niet per se op wat erin zit, maar ik vind hem te romig of zo. Waardoor die dus net even te dik is voor mijn huid. Nee, die ga ik ook weggeven. En dan hebben we alle sprays. Nou, om te beginnen, deze heb ik al een keer opgemaakt. De Smashbox Photo Finish Prime Water. Mijn grote favoriet. Die wil ik absoluut houden. Dan deze D-Slick van Urban Decay. Die gebruik ik nu ook heel veel. Die is echt mega fijn. Deze priming spray van Urban Decay heb ik nog niet getest eigenlijk. Maar hij schijnt mega goed te zijn. Dus die moet ik dan even tussen de primers leggen ook. Deze heb ik laatst een beetje last van gekregen. Ik deed hem op en het leek wel alsof mijn huid er niet goed tegen kon. Dus deze geef ik weg. Deze, ja, gaat maar. Niet heel bijzonder. Nee, ik doe deze wel weg. Mijn zelfgemaakte primer, die neem ik wel eens mee op reis. Maar ik denk dat die nu niet meer zo goed is. Ik heb hem een tijdje niet gebruikt. Maar ik ga hem even leeggieten, maar het flesje wel bewaren om een nieuwe te maken voor als het er nodig is op reis. En tot slot heb ik echt heel veel van die NYX spreetjes. Waaronder Matte Finish Fini Matte. Dewy Finish Fini Velouet. Dewy Finish, Fini, Velu. Ja, oké, dit is dus hetzelfde, maar dan met de verpakking iets anders. En die. En wat was hier ook weer mee? Om heel veel ingrediënten checken. Even gecheckt en het ziet er goed uit, maar check heel even dit. Dit, zeg maar, niet of jullie het kunnen zien, maar de ingrediënten hier staan hier. En bij deze zitten serieus echt maar drie dingen in of zo. Hier, dit zijn de ingrediënten van deze. Echt een paar dingetjes maar. Dat is gek. Maar goed, ik vind ze wel heel fijn. En dit zijn ook een beetje de handige, makkelijke flesje om mee te nemen. Moet ik ze alle vier bewaren? Zal ik gewoon van allebei eentje bewaren? Ja, weet je wat? Ik doe er twee weg. En twee ga ik bewaren. Want anders ligt het er maar als backup. Maar ik denk niet dat ik ze zo snel op zou maken. Dus die gaan erin. Alright, dit zijn de producten die ik allemaal weg doe. En dit zijn de producten die ik graag wil houden. En ja, het is niet zo heel veel, dus ik hoef het niet eens perfect allemaal mooi in te delen of zo. Maar als ik het zo bekijk, wat ik nu het meest gebruik is eigenlijk dit en dit. Nou, dan leg ik even al die primer tubes hier. Zo. Zo. En dit zijn eigenlijk... Wacht, dit is primer. Ja, dit is primer. Zo, zo, zo. En dan hebben we hier de sprays. Zo. Dit is de perfecte indeling. Ik ben er heel blij mee op deze manier. Dus een beetje dit is wat ik zeg maar het liefst gebruik. Die ook. En hier beginnen de backups een beetje. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken. Ik ben heel erg blij dat ik dit allemaal nu weg ga geven. Beetje clean. Anders zat dit laadje waarschijnlijk wel helemaal vol. Ik hoop dat ik jullie ook een beetje geïnspireerd heb om je spulletjes uit te zoeken. Je weet dat ik hou van make-up. En ja, ik word hier wel heel blij van om iets te kunnen kiezen. Maar het moet natuurlijk niet propvol zitten zoals die laadjes die je net zag. Een duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie snel weer bij de volgende opruimvideo. Bedankt voor het kijken. Bye bye.